Iedereen heeft een pijpkaneel. Hoe was het ook weer? Hi, mijn naam is Oscar. Bij Doorcoast zijn veel van onze projecten voor ouderen. Vandaag willen wij ter ere van onze ouderen de straat op gaan en mensen vragen wat de wijsheden zijn die ze van hun oma's hebben geleerd. Ga je mee? Wat is nou een wijze raad van jouw oma geweest? Ja, goede vraag. Niet te veel luisteren naar wat anderen van je denken. Wat is een wijze spreuk die u van uw oma heeft gehoord vroeger? Ik heb nooit een oma en opa gehad. Lekker doorrijden, jongen, want daar word je sterk van. Wat is het meest wijze wat uw oma u ooit heeft bijgebracht of geleerd? Nou, die kwam alleen en die zei niks. Lief zijn voor elkaar. Ik had een Russische schoondochter geleerd van iedereen heeft een pijpkaneel. Hoe was dat weer? Het leven is een pijpkaneel. Ieder zuigt eraan en krijgt zijn deel. Oh wow, wisdom from my grandmother. My grandmother in Canada used to say, if you want to be beautiful, you have to stand a little bit of pain. And so now that's what I say to my daughter when I'm brushing her hair. Als ik het vertaal, als je bijvoorbeeld als iemand een steen naar je gooit, moet je altijd brood gooien. Dus zeg maar, je moet nooit hetzelfde terug doen, want anders ben je precies hetzelfde als diegene. Begrijp je het een beetje? What is the wisest thing that your grandmother ever told you? To eat the vegetables. Always finish the vegetables, but I can leave the meat. Mijn oma is wel wijs, maar ik moet nu even aan het nadenken. Nee, mijn oma was wel slim, maar ik kom nu echt niet op iets. Wijsheid komt met de jaren. Ja. En dat is echt zo. Hallo mevrouw. Oh. Ja. Oké, dankjewel hè. Ja, dankjewel. Wat hebben we een boel wijsheden gehoord vandaag. En nu is het jouw beurt. Comment hieronder de wijsheid van jouw eigen oma. Like Doorcast op Facebook. En wie weet win jij een van deze 5 tegels met jouw eigen unieke wijsheid erop. Leuk om in je eigen huis op te hangen of om aan je oma te geven. Dus comment hieronder en succes!